Oké, ik ben er echt klaar mee, want zo kan het echt niet meer langer. Waar ga ik opnemen? Hier beneden of boven? Of even lekker zitten? Ik denk boven. Ik ga boven opnemen vandaag. Wow. Heb ik een keer zin in. Ik heb echt een enge trap, jongens. Let op, Jan. Je hebt enge trappen in het wereld, maar deze trap is wel het allerengste. Dit is de trap. Hey, what? Good. See? Wow. Y'all know what I'm saying. My name is... Oké, dus, er zijn een paar dingen wat ik aan jullie wil vertellen. Nou, wat dan, Steven? Wat wil je ons vertellen? Oké, ik ga jullie zeggen. Het is iets wat ik al heel lang kwijt wil. Iets waar ik zo erg mee zit. Au, liefie toch? Oké, dus, laatste tijd, jullie zien mijn YouTube. Het is gewoon niet meer de YouTube wat het was. En ik zat te denken van, hoe kan dit nou? Hoe kan ik nou me zo... slecht voelen door alles, gewoon. Hoe heb ik alles zo slecht, gewoon, hoe zeg je dat? Verprutst. Ik ben erachter gekomen hoe het kan. Ik ben erachter gekomen wat ik nou gewoon wil. Ik was de laatste tijd heel gewoon inactief op YouTube. Ik heb bijna niks gedaan en dat wil ik niet. Want YouTube is gewoon, het is mijn ding. Door YouTube ben ik gewoon mezelf, ja, geworden. Vroeger toen ik klein was, ik durfde nooit te praten op school. Nooit dingen te doen. Kijk, mensen noemen mij High Class. Gewoon, waarom? Ik weet het niet. Ik ben niet High Class, maar ik ben gewoon geen praten. Ik ben gewoon... vanzelf ben ik gewoon een hele stille, rustige jongen. Maar als ik gewoon voor een camera sta en ik praat tegen een camera... ik weet niet wat het is, maar het voelt gewoon... het voelt anders, het voelt goed. Ik ben mezelf. Ik ben gewoon... En wat ik gewoon heel erg kwijt wil is... deze afgelopen 2 jaar, mensen hebben alleen maar gebruik van mij gemaakt. Maar hoe dan, Steven? Hoe worden mensen gebruik van je gemaakt? Dat ga ik je nu vertellen. Yeah, 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 yeah. Look at the flick of my witch. Ah. Ik heb dus deze laatste paar weken echt alleen maar aan mezelf gewerkt. En niet meer aan andere mensen. Ik ben weer naar een hartrevalidatie geweest. Ik moest bijna een operatie doen. Puur omdat ik me de tyfus in werk voor andere mensen. Maar wat krijg ik eruit? Niks. Ik word alleen maar gebruikt. Ik had het zo druk. Ik werd helemaal gek. Echt oprecht. Ik had weer depressie. Maar dat niet normaal. Maar gewoon echt dingen dat ik gewoon... ik was gewoon klaar mee met alles. En dat wil ik niet meer. Ik ben daar klaar mee. Ik ben gewoon Steven, ik wil gewoon meer mezelf zijn. Ik heb dus tegen heel veel mensen gezegd, nee, het hoeft niet meer. Alles best lastig, ik had er moeite mee. Ik moest 2 keer in de week moest ik naar revalidatie. Ik was moe, kapot door alles. En wat ik dus gewoon wil zeggen is, ja... het spijt me dat ik niet zoveel was op YouTube en alles voor jullie. Maar ik ben terug en zoals jullie weten, ik hou van gewoon een schema. Dus ik heb een schema gemaakt wat ik sowieso moet aanhouden. Als ik die schema niet aanhoud... dan heb ik een oude vriend teruggebracht. Oké, mijn oude vriend is dan Tabasco. Als ik die schema niet aanhoud, moet ik dus weer dit gaan eten. Of als jullie wat ergens weten, laat het achter in de reacties. Want ik wil gewoon iets kunnen doen van... stel, ik doe iets niet. Dan moeten jullie een hele erge video bedenken en dan moet ik dat doen. Ja. Oké, wat ik vroeger altijd het leuke vond aan YouTube is... het was mijn ding. Ik deed de dingen wat ik wou, snap je? Maar toen ik een beetje groot begon te worden... ja, ik wil mezelf niet groot noemen of zo... maar gewoon, je snapt het, met volgers en zo. Toen begonnen mensen ineens alles van mij te vragen. Ik kreeg ineens gewoon allemaal aandacht van mensen die ik nooit kende. Ik ben niet die coole jongen. Ik ben liever gewoon die loser die gewoon... weet je, zijn ding doet. Gewoon, ik hoef niet daar helemaal bovenaan te staan. Ik word gek van mensen. Ik ben een jongen die alleen moet zijn. Ik word echt gek van mensen. Mensen om me heen maken mij echt gek. Ik wil op deze video dan de 400 likes halen. Dat zou echt super... en dat zou niet super zijn. Dus gewoon... wow, dat is zo ten lief zijn. Zou jij dat willen doen? Dankjewel. Oh ja, en voor de mensen die vragen hoe het gaat met mijn muziek. Jullie weten, mijn passie is ook heel erg muziek. Het is niet van... het domme is dat elke YouTuber alles ineens muziek wil maken. Maar toen ik klein was, toen ik gewoon echt jong was, ik wou altijd iets doen met muziek. Of ik wou DJ, maakt het niet uit. Ik was gewoon altijd bezig met muziek. En niemand boeide dat echt, want het is gewoon mijn ding. Ik laat het niet zien aan andere mensen of iets. Want het is gewoon, ik ben gewoon bezig met muziek. Ook al was ik beats aan het maken of iets anders. Het boeide mij niet. Ik vind muziek gewoon leuk. Misschien ga ik een extra YouTube kanaal maken waar ik ook die muziek op ga zetten. Laat erachter in de reacties of je dat wil. Of zal ik dat gewoon op dit kanaal gooien. Ik hou niet van al die meningen van mensen. Ik wil gewoon 1 sterke gewoon mensen die hebben die zeggen van, weet je, ik vind het leuk wat je doet. Ik hoef geen mensen te hebben. Ik hoef niet al die cloud en mensen van, yes, je moet het zo doen, dit, dat. Ik wil gewoon wat ik maak en ik vind het vet, wil ik gewoon wel online kunnen zetten. Gewoon dat mensen denken van, weet je, ik vind het ook vet. Dat is het. Was gewoon door die bedrijven en al die mensen gewoon helemaal in de war geraakt. Maar mensen staan helemaal tegen mij. Je moet dit doen, want dan krijg je echt volgers. Hij is dan helemaal niet. Het is gewoon, ik moet gewoon stevig zijn. En
Dat is het. Oké, dus dit is een nummer waar ik nu mee bezig ben en ik vind hem wel leuk. Dus ik ga hem laten zien. Yay! Hey! Yeah! Dus, vond je deze video leuk? Jawel! Ha! Hey, laat achter in de reactie wat je van mijn broek vindt, ouwe! Ik vind hem best wel schattig! Vond je deze video nou leuk? Zorg er zeker voor dat je even liked en abonneer. Druk op het belletje, ben je altijd up-to-date voor mijn nieuwste video's. En dan zie ik jou met je allerleuke koppie weer later. Dit is mijn schema, dus niet vergeten. En als ik wat verkeerd doe, sla mij in het echt als je me tegenkomt. Nee, doe alsjeblieft niet, maar ja, doei. Whoa.